De politie in Os denkt een man gevonden te hebben die brand gesticht heeft in twee basisscholen. Het is een 22-jarige man die werd aangehouden voor het in brand steken van een prullenbak. Het gaat om een bekende van de politie. De man zou verantwoordelijk zijn voor brandstichtingen bij basisschool Het Baken en de Nicolaaschool. Of hij ook verantwoordelijk is voor de brand bij de John F. Kennedy School is nog niet duidelijk. We brengen hem nu in verband met en een prullenbakbrand en de branden bij twee scholen. Maar het onderzoek loopt nog en ja, wellicht is hij ook nog aan andere branden te linken. Onder meer op basis van telefoongegevens denkt het Openbaar Ministerie dat de juiste verdachte in beeld is. Omdat blijkens zijn telefoongegevens, hij op dat moment daar in de buurt was. Naast het feit dat hij ook bij die andere brand was aangetroffen. En die branden zijn midden in de nacht. En als je dan daar in de buurt bent en dat is niet jouw huis, ja, dan heb je wel wat uit te leggen. De verdachte zit voorlopig nog vast. We gaan naar Os, naar Noël van Hooft. Noël, zijn ze opgelucht in Os? Zeker weten. Ja, deze reeks branden maakte heel veel indruk hier in Os. Ik was er vorige week naar de twee schoolbranden ook. En toen vroegen heel veel mensen zich af, welke school is de volgende? En is mijn auto de volgende? Met die vragen gingen de mensen iedere avond weer naar bed toe. En je kunt je voorstellen dat de opluchting nu heel groot is, nu de man ook aan de schoolbranden gelinkt wordt. Lekker rustig nou, hè? Zo moet het. Wij vonden het wel heel eng. Onze dochter is ook in de school. Haar kamer is van de straatkant en zij was heel erg bang toen 's ochtends zij hoorde dat er brand was. Zij dacht, ja, als die brand via de boom of ergens bij haar kamer was. So, zij had wel een paar dagen is wel een nachtmerrie gehad. Ja. Is het nu over? Ja, denk ik wel. Toch, ja? Ja, is alleen maar goed. Dan kan in ieder geval niet meer schade aanrichten. En ja... Hopelijk is het ook de juiste dader. Exact een week geleden werd de man aangehouden. En sindsdien is het qua branden eigenlijk helemaal rustig in Os. Dus de kans was al aanwezig dat de vermoedelijke pyromaan gepakt was. De bevestiging van het OM zorgt ook voor een blijde reactie bij de burgemeester. Ja, hij geeft natuurlijk een grote rust. En dat is wel heel belangrijk. En ja, ik vind het geweldig zoals politie en OM hebben samengewerkt om iemand te vinden. Maar wat ook wel heel belangrijk is om te weten, is dat deze meneer echt is gevonden door een tip uit de buurt. En dan zie je dus hoe melden kan helpen. Ja. En dat is wel heel fijn. De man zit voorlopig nog vast en het onderzoek, ja, dat zal nog wel een tijdje duren. Noël van Hooft, vanuit Os, dankjewel.